Zo, de kop is eraf. Afgelopen weekend werd het eerste van een serie van 3 schoonmaakweekenden in Utopia gehouden. Het Vogelinformatiecentrum Texel, Natuurmonumenten en Hotel Prins Hendrik organiseerden sinds vorig jaar iedere winter verschillende van deze schoonmaakweekenden met als doel de koloniebroeders op de schelpenbanken van Utopia te helpen. Dankzij de door Natuurmonumenten aangelegde schelpenbanken kunnen de steeds schaarser wordende strandbroeders zoals de visdief, Noordse sterren, kluut en bonbekplevier in veilige gebieden binnendijks broeden. Deze gebieden lopen bij springvloed niet onder water en de vogels lopen er niet het risico dat wandelaars of loslopende honden hun nesten verstoren. Echter, naar ieder broedseizoen tieren de planten weldig op de schelpenbanken en die moeten dus buiten het broedseizoen verwijderd worden. Hierbij geldt, vele handen maken licht werk. We staan hier op Utopia, natuurgebied van Natuurmonumenten, en dat is in 2010 aangelegd. Achter mij ziet u allemaal mensen die hard aan het werk zijn. Ze maken de eilanden weer helemaal kaal, zodat de vogels in het voorjaar weer een goede broedgelegenheid hebben. Dit werkweekend is georganiseerd samen met Vogelinformatiecentrum De Verrekijker en Prins Hendrik Hotel. Er volgen er nog 2, in januari en februari. Hopelijk krijgt u bij het zien van deze beelden ook zin om te komen helpen en zie ik u dan. Wilt u ook meedoen aan een nuttig en gezellig schoonmaakweekend? Dit kan nog gedurende het weekend van 26 en 27 januari of het weekend van 23 en 24 februari. Opgeven voor dit weekend kan via Hotel Prins Hendrik en meer informatie hierover vindt u op de website van het Vogelinformatiecentrum Texel.